Yo, leuk dat je kijkt naar deze video. De sterkste man van Bunschoten Spakenburg is terug. En omdat het 5-jarige jubileum is van de sterkste man van Spakenburg, dat ik hem organiseer, wordt het wel een speciaal jaar. Want voor de allereerste keer zal dit de voorronde zijn voor de sterkste man van Nederland. De enige echte. Dus super vet, ben ik zelf heel blij mee. Het zal de eerste kwalificatie zijn van het jaar in Spakenburg op 11 mei. Natuurlijk zijn jullie heel benieuwd welke 5 onderdelen wij die dag gaan doen. En er zitten een paar vette onderdelen tussen. Ik kan zelf niet wachten. Natuurlijk ga ik ook meedoen. En die 5 onderdelen gaan we nu bekijken. Het eerste onderdeel van de sterkste man van Bunschoten Spakenburg zal zijn de boomstam op herhaling. En natuurlijk doen we bij de kwalificatie van het NK vaak boomstam op herhaling, maar dit jaar zit er een kleine twist aan. We zullen niet alleen 120 kilo doen, maar ook 140 kilo. Dus je hebt keuze uit beide boomstammen. Daarvoor krijg je 75 seconden de tijd. En natuurlijk wie het zwaarste tilt en het meeste tilt, die gaat winnen. Dus als jij 5 keer 120 kilo doet, zal jij verliezen van iemand die maar 1 keer 140 doet. Het zwaarste gewicht is het belangrijkste. Het tweede onderdeel van sterkste man van Bunschoten Spakenburg zal zijn de deadlift op herhaling. We gaan 270 kilo doen. Voor dit onderdeel heb je 60 seconden de tijd. Finger 8 straps zijn niet allowed. Je mag alleen van de normale strips gebruiken. Gewoon de regels die we bij de NK kwalificaties altijd hanteren. Nogmaals, 60 seconden, 270. Wordt natuurlijk gewoon een vet event. Lekker zwaar. Het derde onderdeel zal zijn hoog gooien. Voor de allereerste keer volgens mij in de kwalificatie. Dus super leuk om het bij sterkste man van Spakenburg begin te hebben. Wat we gaan doen is 16, 18, 20, 24 en 28 kilo gaan we hoog gooien over 4 meter heen. Onderdeel nummer 4, gouden grip frame carry. Dit jaar ben ik in samenwerking met CNC Hartog en Vebel Betonnen Staal aan het bouwen aan gloednieuwe frames. Deze zullen worden gesponsord door gouden grip. De afstand en het gewicht zal later bekend worden gemaakt, want we gaan natuurlijk eerst de frames even goed testen. Het laatste onderdeel voor de sterkste man van Bunschoten Spakenburg zal natuurlijk zijn de stenen. Het is natuurlijk een traditie in de kwalificatie dat we stenen doen. En natuurlijk bij de sterkste man van Spakenburg eindigen ook altijd met stenen. Dus dat komt hartstikke mooi uit. De stenen zullen zijn van 120 kilo tot en met 170 kilo. 5 verschillende stenen en het zal allemaal op één dezelfde hoogte zijn. Net zo natuurlijk als bij de voorgaande kwalificatie te zien was. Voor het onderdeel heb je 75 seconden de tijd. En we natuurlijk wie het snelste alle stenen erop legt, die wint hem. Dat zijn alle events voor de sterkste man van Bunschoten Spakenburg. Ikzelf heb er super veel zin in. En gaan we kijken of iemand deze voor mij kan afpakken dit jaar. Wil jij meedoen aan deze wedstrijd? In de beschrijving staat er hoe jij je kan inschrijven. In een voorronde zullen de 3 best ongekwalificeerde atleten zich plaatsen voor die finale. Wil jij meedoen met de sterkste man van Nederland? Kom 11 mei naar Bunschoten Spakenburg en bewijs jezelf. Natuurlijk wil ik even de sponsors bedanken die meewerken aan deze wedstrijd. Gouden Grip, Freeze Fit, 4x4 Maasbach, No Excuses Hilversum, DGP Security Services, Jantel, Klusbedrijf. En CNC Hartog. En natuurlijk de gemeente Bunschoten die meewerkt aan een mooie wedstrijd dit jaar. Dus kom vooral kijken, 11 mei. De verdere informatie qua tijden en locatie worden later bekendgemaakt. Waarschijnlijk bij mij op mijn Instagram. Houd het in de gaten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Hoi hoi.